zijn die net ongeveer, hè? Dat past dus. Je moet een langere stok hebben. Dan kan je een andere die komt al. Dan kan je nu nog wat kleiner doen. Dit is zo te goed, hoeft er geen vlammen doorheen te komen. Ik kan eerst koppen en dan gooien en dan aansteken. Wat een leuk stukje, ja. Moet je het stil houden? Als je het hoort poppen, of kun je zo horen? Nou, ik kan zo. Ik heb hem nou dicht. Ik heb hem nou dicht hier, hè? Want de wind. Maar mogen. De man is er dichtbij. Ja. Hoe is dat? Hallo. Ik dacht dat hij weer uit was. Gewoon openzetten, ja. Helemaal open. Helemaal open. Je kan het ontregelen. Ja. Maar iets harder als dat hij net zo, want de wind die maakt me uit dat het net een beetje uit. Laten we er wat erbij. Wat is dat dan? Om het water gaat koken binnen die boom. Oké. Hoe werkt het? Nou goed?
vorige maand. Noem dat. Oh ja, die is van de vierde kant. Nee, nu heb ik het nog. Dan is de mama thuis. Achterlangs lopen. Dus een grote nog een bakje pakken daarin. Wat heb je? Deze overschrijven. Maar ik dacht, dit past het niet zo. Er is nog een bakje onder het tuin. Ja, maar ga even een grote bakje halen. Is dit bakje te klein? Ja, dat kan heel lang. Het is anders. Jij zegt dat snel af, niet voelen. En hoe lang nu nog doorgaat, dat niet. Ja, geen deur doorgaat dan, maar. Ik ben niet zelf niet van heus. Je moet tussen de eerste plek en de tweede plek. Ja, dat is een beetje vervelend. Dikke handschoenen. Heel warm, hè? Zijn deze nou wel gekrenkt? Ja. Die lichten. Nou, je kunt twee dingen doen. Of ze lang inlaten zien dat ze allemaal zo donker zijn, dan worden ze allemaal gebrand. Of is het eruit dat die nu al heel donker zijn, niet nog donkerder worden? Ja, maar als je dit door elkaar helemaal weet, krijg je het ook in. Nog iets van ijzer? Ja, die mag niet.